Zo, jongens. Zo. Glaasje water. Nou, wodka zo ben je. Ja. Ja. Zo. God, Axel, wat ontzettend grappig. Ik heb je nou vorige week nog nagedaan. Oké. Op tv. Dat willen we nee, maar dat was zo fantastisch. Jij deed een aflevering van Nu te zien. Ja. En het was in Dordrecht over die mooie vogels. Ik weet even de schilder niet. Ja, hartschalman. En wij zijn, Steven en ik zijn nogal dol op Axel. We zien elkaar te weinig. We worden heel vaak uitgenodigd en zo. En we vinden het Axel heel dierbaar allebei. We heel erg, als we elkaar zien, is het altijd heel leuk. En toen zei je, je laatste zit, we vonden het heel erg leuk om te kijken. En toen zei je, nu te zien. Maar de zin kwam niet goed uit. En toen zei ik, ja, dat heeft natuurlijk 20 keer moeten opnemen. Nu te zien. Nee, nu te zien. Nu te zien. We hadden ook veel druk op. Maar in ieder geval, het was zo'n vader, was zo grappig. En toen belde je, ik kan hem nog bellen voor volgende week. Zo, oh, Axel komt ook volgende week. Dus opeens hem hier te zien, is ontzettend grappig en leuk. Hoe is het nu? Ja, het is goed. Is veel gebeurd? Ja, het is veel gebeurd. Maar ik dacht dat het ook wel ging gebeuren. Ja. Ja. Ik zit al 2 dagen niet meer op social media. En ik denk dat ik dat even blijf doen. Gewoon even niks. Ja. En toch even, vooral dat laatste interview was natuurlijk, daar zat heel veel gebeurde daar. Ik wil toch even ze allemaal even langslopen. Als je dus ziet dat daar zo'n goede bekende, een vriend, binnenkomt. Die uit een heel ander perspectief komt, directeur van het Van Gogh Museum. Denk je dan, ik laat het gebeuren of ga je meteen schaken van... Nee, dat, laat het gebeuren. Laat het gebeuren. Ervaarde je dat ook zo? Ja, dat wel. Eerst voelde ik wel een beetje een soort, kijk, wat moet dat nou worden? Ik bij jou? Maar je keek bij iedereen eigenlijk aan het begin heel erg een beetje serieus. Nee, ik geen seconde. Bij jou ben ik echt... ik dacht wel dat het iets meer over kunst zou gaan. Of iets over... maar ik dacht... Nee, daar weet ik niet veel van, maar daar kom ik wel uit. Maar ik dacht wel... Nee, maar jij kan met mij alles. Ik ben zo ontzettend gek op je. En ik vind je... We zien elkaar te weinig nogmaals, maar dat is echt... Ik ben altijd blij als ik je zie. Dus dat kan, en dat geldt ook een beetje voor Roen, eerlijk gezegd. Voor mij ongevaarlijke interviews in die zin. Dat ik dacht, ja, die vind ik allebei heel erg leuk. En Hanne ken ik al heel lang. Iets meer. Bij jullie vond ik ook een spannend moment even met het kijken naar dat fragment. Want bij Axel? Ja, dat fragment uit die documentaire. Ja. Het is 5 jaar geleden, maar toch als ik naar jou zit te kijken, het wordt aangekondigd. Het raakt nog steeds, weet je, alsof het gisteren was, het gevoel. Nou, het raakt mij nu niet, maar ik zit er naar te kijken en ik weet precies hoe ik me voelde toen. Ja. En dat was gewoon niet makkelijk, maar wel heel spannend. En uiteindelijk hadden we een goede première en heb ik een ontzettend fijn 50ste jaar gedaan met een mooi theaterprogramma. Dus, maar ik weet wel, dat was zo'n gevecht, dat tv-programma. En dat voel je op alle manieren. En dat voel ik, dat gaat alle kanten op in mijn lichaam. Ja. Is er vanuit jou nou iets, want jullie kennen elkaar natuurlijk ook privé. Gebeurt er nou iets anders? Want je maakt van tevoren een inschatting met je vragen wat hij gaat zeggen. Gebeurt er nou iets anders dan je verwacht had? Ik vond het wel fijn dat het leek steeds... makkelijker te gaan, ook wat luchtiger en anders. Nee, ik heb niet echt nu een hele andere Paul de Leeuw gezien. Dat denk ik niet. Nee. En vind je dat teleurstellend? Of juist niet? Nee, juist niet. Okay. Nee, juist niet. Dat zou klaar zijn. Ja. Nou ja, misschien een andere kant zou natuurlijk kunnen. Maar... De verkeerde kant. Haroon, ik kom bij jou uit. Ja. Nu begin ik even niet bij jou, maar daar even. Hoe vond je het verlopen? Ja, het gekke is, dat heb ik ook altijd met interviews die dan niet in zo'n setting plaatsvinden, is dat het altijd een beetje in een soort van blur gebeurt. Ja? Dus op het moment zelf weet ik heus wel, denk ik wel de goede vragen stel. Maar als je me dan nu vraagt van wat heb je net eigenlijk allemaal besproken, dan ben ik het eigenlijk weer even kwijt. Daarom is het normaal fijn als je een bandje opneemt, want dan hoor je terug en denk je, oh ja, nou dat ging best wel goed, dat ging wat minder en we maken er wel wat van. Maar ik moet echt nu even goed denken. Ik heb echt geen idee wat ik allemaal heb gevraagd. Ja, ook altijd. We hebben de band staan. Wat ik wel opvallend leuk vond, is bij beide... Ik vond het heel interessant om je ook live te zien. Want ik dacht, van, gaat hij nou... Geeft hij de regie ook over? Dus laat hij echt, onderwerpt hij zich aan de vraag? Of gaat hij proberen het gesprek toch naar zijn hand te zetten? Bij beide heb je echt wel overgegeven aan hun vragen. Mag ik het zo wel? Ja. Kost dat moeite? Nee. Maar ik denk dat de andere kant Paul meer moeite zou kosten. De regie houden. Ja? Jij bent zo... Wat bedoel je? Nou, daarom zeg je ook vaak dingen die je niet had willen zeggen. Omdat je je altijd overgeeft aan de situatie zoals die is. Je bent helemaal niet zo'n handel... Je zou in de politiek ook een drama zijn. Je kan helemaal niet goed... Nadenken. Wat wil je vragen? We kennen elkaar heel goed. Nee, maar het is, als je aan dit meedoet, dan moet je dus... ik dacht, wat gaat er gebeuren en wat ga je nou vertellen over je gezondheid? Maar
ik ben, bedoel, niet, maar ik dacht, ja, dit gaat gebeuren. Anders zou je geen knip voor de neus waard zijn. Als je dit programma meedoet, moet er dan over gaan. Ja, de vraag die Hanneke stelde, bedoel, dat, ik kwam ook voor dat ze niet dacht, oh god, dan gaat het over. Maar dat was daarop gebaseerd, dat we daar met elkaar zaten. Ja, en, ja dat was voor iedereen s'avonds. We zijn in godsnaam terechtgekomen, wat voor avond. Dus dan kan je het weten, je kan het niet zeggen, maar dat zou toch, vind ik, niet kloppen in de opzet van dit programma, van dit interviewprogramma. Ik ben blij dat je een beetje daar was blij, met daarom had ik geen shownieuwscamera hier, die hadden zich aangemeld. Ik bedoel, het zal nu wel bekend zijn. Niet dat ik dat wil, want ik kan zelf bepalen dat ik wel maar niet wil. Maar ik dacht, ik heb gezien dat ze hier buiten de gang staan. Wat vind je van Feyenoord? Zeg, en je hebt ook in een ziekenhuisbed gelegen. Ja, maar even... Wat is erger? Ik moet nu kiezen. Nu kiezen. Ziekenhuisbed. Ja, ja. Maar even... Als interviewer, je weet dus iets wat wij allemaal niet weten. Maar als hij nou ervoor had gekozen om het toch niet te zeggen. We weten nu dat hij dat van tevoren al had bedacht. Dat we, maar als hij het nou niet had gedaan, dan is het best gek. Want dan weet jij iets van hem. Maar dan moet je volgens in dat interview... Nou, helemaal niet. Ik wou het gewoon hebben over dat moment van die 55e verjaardag. Wat ik een belangrijk moment vond. Niet zozeer... Ik had helemaal niet zo heel erg het gevoel van... Paul viert dat hij genezen is... zo goed als genezen is. Ik dacht, Paul viert gewoon met de mensen die hem het liefst zijn... dat hij 55 is geworden. En dat er nu een tijd aankomt van een man van 55 plus. Dat was mijn insteek voor dit gesprek. En helemaal niet. En als Paul niet had willen vertellen... was er geen haar op mijn hoofd die daaraan had gehind. Was het niet een soort onzichtbare baksteen? Nee, ik vind hij heeft het recht om iets voor zichzelf te houden. En om het feestje hier een beetje... dat ik dan iets zou zeggen wat ik weet en de mensen niet. Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, ik vroeg me gewoon af dan vanuit jouw positie. Hoe groot acht je de kans dat hij dan wel hier het helemaal eerlijk zou gaan vertellen? Ik heb er helemaal niet aan gedacht van tevoren, eerlijk gezegd. Ja, ik zou dan denken, ja, als je dat als onderwerp hebt... dan en je weet dat, dan kun, ja, en jullie zijn vrienden... dan ga je er eigenlijk wel vanuit dat het in ieder geval ter sprake gaat komen. Ik vond het meer het ouder worden. He, daarom had ik die puber kookshow ook. Maar daar ben je dus ook goed, Hanneke. Ik bedoel, niet om, maar, je had ook kunnen zeggen, ja, ouder word je, bent nu 55... maar omdat je het refereerde. Ik vind het namelijk mijn verjaardag met zo'n 14 man. Dat zijn de homo's. Of een paar honderd. Ja, maar dat is omdat ik 50 ben. Tuurlijk, logisch. Ja, dat waren 600. Tuurlijk. Maar nu... Maar nee, maar elke keer doe ik het met 14 man ongeveer. Eigenlijk niet meer. Nu waren het er 19 of 20 of iets meer. Omdat ik dacht, ik wilde er met mensen bij hebben die gewoon voor mij belangrijk zijn in deze periode. Dus uitgerekend over die verjaardag begint, ja, dat wat daarmee te maken. Dit is op zich een nabeschouwing, maar ik kan toch één vraag niet laten liggen. Als ik nou de drie gesprekken achter elkaar zet, voelde ik ergens een contrast. Maar corrigeer me als ik ongelijk heb. Aan de ene kant schrijf je, je zegt, ik accepteer de wijze. Je zegt ergens van, ja... dat je dat gedoe op die zaterdagavond en vragen erover, misschien zak ik dan wat, maar als ik maar in het linker rijtje blijf, dat is de voetbalcretologie, selectie, de competitie van geloof ik uit 18 clubs, het linker rijtje betekent dat je bij de eerste 9 hoort. Dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je bij de top hoort. Dus aan de ene kant zit er iemand die zegt, ja, ik word wat ouder, ik moet begrijpen dat ik dus niet meer zo jong ben en dus... Nee, maar even, jij hebt een oordeel, jij weet helemaal niet waar ik sta in het linker rijtje. Ik sta niet in het rechterrijtje, maar je weet helemaal niet hoe hoog ik in het linkerrijtje sta. Ja, maar je zei, ik word pas ingewikkeld als ik ga degraderen, zei je. Nee, zolang ik in het linkerrijtje sta, is er niks aan de hand. Ja. Maar ik sta helemaal niet op nummer 9 in het linkerrijtje. Ik sta hoger, hoor, dan nummer 9. Oké, nou... Voor mijn gevoel. Oké, ja. Maar je zei linkerrijtje, dus dat is nu verduidelijk. Ja, maar jij gaat dan mij op nummer 9 zetten. Dat denk ik, nee hoor, ik kan zo tussen 2 en 7 staan. Goed, ergens tussen die 1 en 9. Maar het gaat mij erom dat je tegelijkertijd in dit interview... ook verantwoordelijk door het interview met Hanneke Groenteman... tegelijkertijd zitten we naar iemand te kijken vandaag... die zichzelf enorm aan het relativeren is... opnieuw aan het bekijken is... nieuwe dingen bij zichzelf ontdekt, dingen aan het schrijven is. Dus er zitten eigenlijk twee beelden waar ik mee hangen. En enerzijds iemand die zegt... ik accepteer dat ik dan niet Champions League... maar dan ietsje lager, linker rijtje. Maar tegelijkertijd zit ik te kijken en te luisteren... iemand die zich klaarmaakt voor een hele nieuwe rit... Ja, en dan misschien wel weer de absolute top haalt in plaats van over het linkerrijtje praten. Ja. En die twee beelden die in die drie gesprekken, daar ben ik toch niet helemaal voor uit. En ik wil dat je daar de laatste klap op geeft nu. Ja, nogmaals, zolang je inspiratie hebt en zolang je zin hebt om dingen te doen, blijf je natuurlijk in ontwikkeling, blijf je gewoon bezig. Maar daar ging dat gesprek met Haroon toch ook over. Zit je gevangen in een ding wat je zo goed gedaan hebt, of voel je ruimte voor nieuws? Nee, zaterdagavond. Je had toch ook met name over zaterdagavond amusement, of over die shows die ik nu doe met groot publiek en dat soort dingen. Ja, maar dat is een bepaalde manier, een bepaald format. Ja, dus uiteindelijk, als ze dan zeggen, wil je op de late avond om 11:30, dan ga je opeens heel anders denken. Dan zegt Haroon, gaat het meer over jouw homoseksualiteit, of ga je meer prikkelen, of meer... barricades op. De barricades op. Ja, meer barricades op.
Dit is niet een hele aanvallende vraag. Nee, maar ik voel juist het tegenovergestelde. Aanvallend. Ik denk juist, in plaats van iemand die al jarenlang vastzit in hetzelfde trucje en moeite heeft om op die zaterdagavond, laat ik het dan maar zo doen. En tegelijkertijd, je bent iets aan het schrijven, je bent op een nieuwe manier naar jezelf aan het kijken. Je hebt dingen meegemaakt, je hebt mensen om je heen, waardering. En tegelijkertijd zeg je in de interview, de laatste vraag, wat nou als je niet meer op televisie bent? Was de laatste vraag. Ja? Verschrikkelijk, toch? Zei je. Ja. Nee, zou je dat missen? En toen zei ik, nou ja, goed, ik zeg ja, maar ik vraag me dat nog af. Oh. Omdat als ik dat zeg, dan gaan anderen, ja, nee, je kan niet zonder applaus. Ik weet het niet, omdat ik het nog nooit heb meegemaakt. Dus het is... Ik heb na vanmiddag voor de eerste keer een gevoel gekregen dat jij wel degelijk zonder dat applaus kan, van die zaterdagavond. Nou, laten we sokken gaan breien samen. Ja. Daar doe ik het voor. Dames en heren, Paul de Leeuw! Dankjewel. En geef ze even een warm applaus. Axel, Haroon, Hanneke Groenteman. Ja, dat applaus komt jullie meer dan toe. Ga nog even zitten. Ik pak hier een papiertje uit mijn zak om u te melden. Dat wij u ontzettend graag in deze zaal terugzien. En wel op 25 juni. Dan hebben we hier niemand minder dan Nelly Kroes. Ja, en die heeft ook natuurlijk onder dezelfde voorwaarden toegezegd. Je weet niet wie je gaat interviewen, je weet niet waar het over gaat, maar je komt toch. Dames en heren, Paul de Leeuw, dank jullie voor de aanwezigheid. Dank jullie wel. Nogmaals veel dank. Ja.